is een declaration, dus er staan intenties in. Dat was ook zo met Open Access Berlin. Dat is bij Saxion nu verwerkt totdat we dat beginsel hebben opgenomen in ons publicatiebeleid en dat we bezig zijn om dat ook echt vorm te gaan geven. Dat gaat hier natuurlijk ook gebeuren. Alleen dit is een weg die je stap voor stap afgaat. Het is niet iets wat je afkondigt en dan is het morgen allemaal gereed. Nederland zou hier wel, gegeven de hoogontwikkelde kennisnatie die we zijn en ook het niveau van de kennisinstellingen, een rol kunnen en moeten spelen. Nou, die declaration die roept eigenlijk op om ook in Europa strategisch na te denken over open courseware en dus de instellingen te verbinden die daarmee actief zijn. En dat vind ik heel erg goed. Als je van je vak houdt als professional, dan moet je willen delen. Dat kan niet anders. Nou, en als je dat delen wereldwijd doet, ja, dat is een mooie ontwikkeling.